Willem-Frederik Schiels van OpenVLD is komen aanschuiven. Dag meneer Schiels. U begon met te zeggen, het gaat er vandaag om de huishoudens, de mobiliteit, de dienstensector. Ik hoor veel mensen denken, en de bedrijven dan, moeten die niks doen? De kleine bedrijven zeker en vast, die zitten daar ook bij. Maar de energie-intensieve bedrijven, zeg maar de petro-raffinaderijen, de grote bedrijven in de haven. Die uit uw achtertuin in Antwerpen? Die zitten in een ander systeem. In een ander systeem. En daarover ging het vandaag dan niet? Daar ging het daar vandaag niet over. Het gaat natuurlijk over klimaatdoelstellingen die we samen als samenleving moeten halen. En die bedrijven maken deel uit van onze samenleving? Ja, die maken er deel van uit, maar die hebben een ander systeem. En die worden gedwongen om elk jaar een stukje minder uit te stoten. Bovendien, als ze het echt goed doen en nog minder uitstoten, dan kunnen ze er geld aan verdienen. Doen ze het slecht, dan moeten ze veel geld betalen om dat verschil goed te maken. Ja. Nu, ons land heeft tegen de nieuwe Europese richtlijn om meer energie te besparen gestemd. Heeft daar tegen gestemd en dat is een blamage, heeft u gezegd. Nu, als ik de Vlaamse regering hoor zeggen, een tegenstem van ons land betekent dat zowel federaal als de regio's nee hebben gezegd, dan is het eigenlijk een blamage voor tenminste twee regeringen waar uw partij deel van uitmaakt. Natuurlijk. En ik heb dat gezegd om twee redenen. Ten eerste, omdat ik vind dat er heel veel goed klimaatbeleid wordt gevoerd. En klimaatbeleid, dat met andere woorden, het niet nodig maakt om tegen te stemmen. Omdat we echt heel veel kunnen laten zien. Zie wat we hier allemaal in huis hebben. Dus we hadden moeten meestemmen. Ik vind dat we hadden moeten meestemmen. Heeft de minister niet goed opgelet dan? Toen dit bepaald werd, dat standpunt? U hebt de argumenten van de regering gehoord. Er is bezorgdheid over de kostprijs van nog scherpere doelstellingen en dergelijke meer. En dan denk ik, ja, als we toch zo goed bezig zijn, dan zal die kostprijs wel meevallen, want dan zijn we al heel dichtbij. En als we zo goed bezig zijn, hadden we eigenlijk kunnen meestemmen deze inderdaad, week. Inderdaad, ja. Jammer dat het niet gebeurd is dan. Zeer jammer, vooral ook omdat het ons precies in het daglicht tegenover de andere landen stelt, alsof dat we niet mee willen. Ja, want ook de federale minister is liberaal, hè? Van uw familie, van de MR. Mevrouw Margem had dan ook maar moeten meestemmen. Wel, maar dat wil ik absoluut niet doen. Zeg, het is die zijn schuld of die zijn schuld. Nee, het is de collectieve verantwoordelijkheid van alle regeringen die het hadden moeten doen. En daarom heb ik ook opgeroepen om zo'n internationale standpunten ook gewoon veel meer in het parlement te bespreken. Dat hoeft dan niet over de finale komma procent te zijn, maar dat wel regeringen weten, al onze parlementen stellen ons of geven ons een mandaat om dit zeker wel te doen of om dit zeker niet te doen. Ja, parlementen die mandaten geven aan regeringen, het hip deze week. Het is eigenlijk de zuivere democratie. Ja. U pleit ook voor een klimaatbegroting, waaruit moet blijken wat een klimaatregel kost en wat die dan moet opbrengen aan wat die voor het klimaat moet opbrengen. Had zo'n begroting er al niet lang moeten zijn? Ja, maar dat vraagt heel veel werk. Men is dat nog niet gewoon. Klimaat is sowieso een thema dat maar pas de laatste jaren echt heel actief... We zijn aan het experimenteren binnen het klimaatfonds. Maar goed, die begroting had er eigenlijk al moeten zijn, hoor ik u zeggen. Het had wel geholpen, moest die er al zijn, omdat we dan meer zicht hadden gekregen of gehad op wat we kunnen doen en welke dingen misschien minder efficiënt zijn. En dan kan je dat geld veel efficiënter gebruiken. Dus ik denk dat zo'n klimaatbegroting er al voor zorgt, ten eerste dat mensen begrijpen en dat je kan zien wat je aan het doen bent en dat niet altijd van die vage waslijsten zijn. En ten tweede, dat je ook veel nauwkeuriger kan berekenen wat het kost en hoe dat je het efficiënter kan doen. Is het werk van de Vlaamse regering op vlak van klimaat, op vlak van energie, op vlak van milieu de afgelopen jaren dan te veel natte vingerwerk geweest? Dat denk ik niet, want er zijn maar weinig landen die al zo'n klimaatbegroting hebben, zo specifiek als ik het vandaag gevraagd heb. Maar goed, als u erom vraagt, dan heeft u daar toch wel een reden voor om dat te vragen. Omdat ook vandaar de vraag, is natte vingerwerk geweest? Het is zeker geen natte vingerwerk geweest. Het is binnen het kader van wat er vandaag bekend is dat ze het doen. Maar dat is in alle andere landen is dat ook de vaststelling dat ze meer concrete instrumenten nodig hebben om het op te kunnen volgen. Ja. En daarmee vermijd je ook, aan het einde van de rit, als we onze doelstellingen al dan niet gehaald hebben, door wie komt het nu? Een succes kent vele vaders, maar de mislukking helaas heel weinig. Ja. En dan hoef je ook niet naar elkaar te wijzen van ja, maar het is uw mobiliteitsbeleid of het is u. Nee, dan kun je dat op tijd monitoren en op tijd bijspijkeren. En dan hoef je niet tegen te stemmen of geen angst te hebben om voor te stemmen. Kan je begrotingscontroles houden bijvoorbeeld. Inderdaad, ja. Nu, u waarschuwt ook dat we de trein naar schone economie niet mogen missen, maar dat we ook achterom moeten kijken en er ons van verzekeren, is iedereen wel mee? Minister Tommelijn zei dit trouwens ook. U bent bezorgd om de gele hesjes, mensen die niet mee zijn? Ja, ook degenen die niet in gele hesjes rondlopen. Hè. Maar als je natuurlijk zegt, wat proper is, moet goedkoper zijn en wat vervuilender is, moet duurder worden. Het zal moeilijk zijn om dingen die vandaag proper zijn, goedkoper te maken. Je kan wel met belastingen een aantal dingen verschuiven. En dan horen mensen natuurlijk al denken, lap, daar zijn ze weer, extra belastingen. En dan wordt het voor mensen met een beperkt en een bescheiden inkomen natuurlijk heel moeilijk om proper te doen. Ja, concreet, hoe zou je er... Geef eens één voorbeeld. Kijk, dit zou ik willen doen en dat gaat ervoor zorgen dat meer mensen mee zijn. Je zou bijvoorbeeld de BTW op schone elektriciteit, op groene elektriciteit kunnen verlagen.
Dan komt daar meer vraag naar, is die goedkoper en betaalbaarder en zullen ook meer producenten groen gaan produceren, dus ook minder subsidies uit de belastingen. Dat gebeurt in het federale parlement een beetje verderop. Hè. Ja. Bedankt in elk geval voor dit gesprek en u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag nog een aantal actuele vragen gesteld. Die kan u zaterdag bekijken vanaf 6:00 s'avonds. Dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.